Paragraaf 6.3 gaat over vrij zijn van het moederland. En dan gaat het over dat Amerika, de Verenigde Staten, die 13 kolonies. Die zich vrij gaan maken van um, Engeland, van Groot-Brittannië. Jullie kunnen uitleggen waarom de Amerikanen in opstand kwamen tegen de Britten. Jullie kunnen uitleggen waarom de Verenigde Staten bestaan uit verschillende staten in plaats van één enkele staat. En jullie kunnen uitleggen hoe de scheiding der machten is geregeld in de VS. En die scheiding der machten, dat is degene zoals we die hebben gehad in hoofdstuk 2. Van de Franse Revolutie, of hoofdstuk 3, hoofdstuk 2. En die gaat dan over uh, de uitvoerende macht, de rechterlijke macht en de wetgevende macht. Dat zijn de drie verschillende machten die um, bedacht zijn door Montesquieu. De dertien kolonies waren flink groot en flink rijk geworden rond 1760. Um, dat heeft ermee te maken dat er een hele goede handel was met Groot-Brittannië. Heel veel werd geproduceerd in Engeland, of tenminste in Amerika, en dat werd dan weer verkocht aan Engeland. En dat zorgde ervoor dat er heel veel gehandeld werd. En dat levert allemaal weer geld op. Er is een heel gunstig landbouwklimaat, tenminste in Virginia en uh, North Carolina, South Carolina en zo. Daar is een heel gunstig land, blauw, landbouwklimaat waar veel geproduceerd wordt. In het noorden iets minder, maar die zijn tegenwoordig ook winstgevend geworden. En er is gewoon heel veel productie. Er wordt heel veel gemaakt wat ook weer verkocht kan worden in Europa. Zoals tabak en zoals katoen uh, en zoals, nou rijst dan niet echt, maar... Dingen die verkocht worden in Europa. De bevolking was zelfs rijker dan de bevolking van Groot-Brittannië. In Groot-Brittannië was heel veel armoede. Er waren heel veel mensen die waren achtergesteld. En in uh, de Verenigde Staten was dat niet het geval. Of tenminste in de dertien kolonies. Dat was nog niet het geval. Want daar waren mensen, uh, ja, had iedereen eigenlijk wel genoeg om zichzelf te kunnen onderhouden. Tenminste, grotendeels. Daar vindt er een oorlog plaats. En die oorlog gaat eigenlijk het begin zijn van het einde voor uh, de Britse kolonies daar. Uh, 1756 tot 1763 vindt er een oorlog plaats tussen Groot-Brittannië en Frankrijk. En die wordt ook gevochten in Amerika. Groot-Brittannië wint deze oorlog. Um, maar die schatkist van Groot-Brittannië was leeg geraakt. Want het was een hele dure oorlog. Ze hebben nog gewonnen, maar ze moeten nu weer geld gaan, kunnen gaan verdienen. En dat is lastig. Dus wat gaan zij doen? Zij gaan, uh, er komt een oplossing. En die oplossing is dat er extra belasting wordt gevraagd in de kolonies. En de Amerikanen, tenminste degenen die in Amerika wonen, die vinden dit goed. Die staan hier best wel staan hier achter. Niet achter, maar die vinden het oké. Okay, zolang zij maar wel wat inspraak krijgen in het Britse bestuur, in de Verenigde Staten, want ze hebben daar eigenlijk niks over te zeggen. Ze zijn nog steeds kolonies, ze zijn onder leiding van Londen. Nou, het verzet tegen de Britten groeit, want de Britten die ge die geven geen extra invloed aan de Amerikaanse kolonisten. Dus kranten, pamfletten en spotprenten in dat gebied, die gaan oproepen om de tegen de bevolking, worden opgeroepen om tegen de bevolking om zich te gaan verzetten tegen de Britten. Dus wanneer de Britten iets aan je vragen, dan doe je het juist niet. En dan ga je geen dingen produceren voor ze en dan ga je geen belasting betalen. En dat soort dingen gaan er plaatsvinden. En dat gaat escaleren tot het moment van 1770 dat in 1770 de Boston Bloodbath... Uh, Plaatsvindt, dat is een rel in Boston. waarbij Britse soldaten. Dus vijf opstandelingen doodschieten. Nou is het niet zo dat dit een rel was waarbij heel ...de hele stad in brand stond. en dat ze de, uh, het leger kaart aanvielen. Maar uh, dit was ook niet echt een rel... waarvan het Britse leger. niks had hoeven ingrijpen, want dan was het een probleem geworden. Dus dit is, uh, het waren vijf relatief weinig uh, slachtoffers. maar dit was wel het teken, uh, tenminste werd gebruikt als het symbool. van. ah, oh, we moeten nu al van de Britten af, want die schieten zomaar onschuldige opstandelingen dood. In 1773 vindt dan de Boston Tea Party plaats. En dat is eigenlijk het, uh, de katalysator voor deze oorlog. De Boston Tea Party. Uh, goed, dan komen er opstandelingen die zich verkleed hebben als Indianen, zoals je op het plaatje ziet. Uh, ik moet eerlijk zeggen dat ik even niet meer weet waarom. Maar opstandelingen die gooien een lading Engelse thee in de haven. Waardoor uh, die Engelsen in één keer geen thee krijgen in Amerika. Omdat er geen thee, komt in, sorry, geen thee meer komt in Engeland gaan ze daar heel wat minder geld aan verdienen. Dus de koning die reageert hier hartstikke chagrijnig op. Want nu, dit, dit zou heel erg veel geld op gaan leveren. Nou, koning George, de derde dan in ieder geval, die reageert woedend. De dertien kolonies die in Amerika waren, die verliezen het recht op zelfbestuur en op zelfrechtspraak. Die mogen niet meer zelfstandig Um, zichzelf besturen, die mogen niet meer over zichzelf beslissen. De rechte, enige rechter die er is, dat is koning George III. En die mag beslissen over wat er gebeurt en wat er goed en fout is in Amerika. De haven van Boston die wordt afgesloten. Boston die mag geen geld meer gaan verdienen. Boston die moet er gewoon voor gaan zorgen dat ze... Uh, nou die mogen helemaal niks meer verkopen aan Engeland dan aan de rest van de wereld. En de kolonies die reageren hier weer op door geen belasting meer te betalen. Die weigeren om elke soort van belasting te betalen, zolang zij geen inspraak hebben in het uh, bestuur van, van de 13 kolonies. In 1775 stuurt Groot-Brittannië dan 32.000 soldaten naar Amerika. Uh, de opstandelingen, die beginnen dan ook een leger, want dit is nu niet per se een invasie, maar dit is wel uh, 32.000 soldaten die ervoor moeten zorgen dat de orde bewaard blijft in Amerika. En uh, de opstandelingen die beginnen zelfs, zelf een leger van 18.000 soldaten onder leiding van George Washington. Dit is het begin van de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog. George Washington zie je hier trouwens op dit plaatje. En dit is, uh, in het begin zie je ook aan de nummers dat het voor Amerika niet heel erg goed gaat aflopen. Want dit zijn 18.000 uh, soldaten tegen 32.000 die heel erg goed getraind zijn. Amerika, en de Amerikanen dat zijn gewoon mensen met wapens. Maar aan de andere kant is het wel zo dat wanneer koning George... Extra soldaten wil krijgen, dan moeten ze helemaal vanuit Engeland daar naartoe verschepen. Dat duurt echt maanden. En in Amerika hoeft iemand alleen maar te zeggen: Hé, hey, weer de Britten ook, stom. Hier heb je wapen, gaan we mee schieten. En dan heb je weer een nieuwe soldaat bij. Dus dit gaat veel. Dus Amerika kan veel makkelijker in opstand komen blijven. 4 juli 1776 vindt dan de uh, wordt de onafhankelijkheidsverklaring getekend. Dit is de founding fathers in Amerika, degenen die uh, de besloten hebben dat Amerika een eigen land moet worden, de Verenigde Staten een eigen land moeten worden. Um, de Britse regering. Heeft niks meer te zeggen in Amerika wanneer dit ingetekend wordt. El, overal alle kolonies, alle besturen in alle kolonies, alle gouverneurs van alle kolonies, die geven aan: wij gaan niet meer luisteren naar de Britten. Wij zijn gewoon ons eigen bestuur. En daardoor zijn er in één keer niet meer 13 kolonies, maar 13 staten. 13 verschillende staten in de Verenigde Staten. 4 juli 1776 wordt dan gezien als de eerste dag van de Verenigde Staten van Amerika. Dus 4 juli 1776. 4 juli wordt daar nog steeds gevierd. Uh, dat is de 4th of July, het moment dat Amerika onafhankelijk wordt. Groot-Brittannië. Nou, dan gaan we naar 1783 wanneer Groot-Brittannië deze oorlog niet meer kan winnen. Dan besluiten zij maar, oké okay, de Verenigde Staten mogen onafhankelijk worden. Maar, hoe gaan we dan verder? De dertien staten samen, die willen namelijk niet één land vormen. Elk land heeft daar, elke staat heeft zijn eigen gouverneur en elke staat wil over zichzelf kunnen beslissen. En de founding fathers, dus de stichters die die onafhankelijkheidsverklaring hebben getekend, die willen juist wel dat de Verenigde Staten een eigen land worden. Hoe gaan we dit nou oplossen? Nou, dan wordt er een compromis bedacht in 1789, wanneer een nieuwe grondwet getekend wordt. En in die grondwet is besloten dat elke staat een eigen bestuur krijgt. Dus elke staat die heeft zijn eigen gouverneur, heeft zijn eigen baas. Maar daarboven komt een bestuur over alle staten. En dat is de Federatie, de Federatie van de Verenigde Staten. Die federatie die wordt bestuurd door de president. Dat betekent dat, als, dat elke staat voor zichzelf mag beslissen, maar dat er bepaalde dingen zijn, zoals veiligheid en zo. Uh, Defensie, die worden besloten door de president. De president die dan de basis is over alle staten in Amerika. Um, maar die mogen niet per se. Uh, de president mag niet per se. Directe invloed uitoefenen op het bestuur van. Um, uh, een staat zelf wat je tegenwoordig ook nog ziet, waardoor uh, sommige dingen in Amerika per staat anders zijn. Er zijn andere wetten per staat. Dat zie je ook. Bijvoorbeeld, je ziet hier een plaatje van Amerika zoals het nu is. Nou tenminste nog niet helemaal, uh, want dit is een klein beetje een oud plaatje omdat DC, Washington DC, wat je bij boven Virginia ziet liggen, dat dat tegenwoordig ook een eigen staat is. Maar dat betekent dat elke staat zijn eigen bestuur heeft. Elke staat heeft zijn eigen uh, grondwet soort van, elke staat heeft zijn eigen wet, heeft zijn eigen belastingen mogen voor zichzelf dingen beslissen maar vanuit DC wordt door de president ook nog dingen besloten voor het hele land um, dat, die compromis in de vorm van een nieuwe grondwet, dat zorgt er ook voor dat er een scheiding komt van machten dit zijn die uitscheidingen zoals je ze kent van Montesquieu. Je hebt de uitvoerende macht. Nee, sorry, ja de uitvoerende macht. Dat is degene die beslist dat wetten uitgevoerd moeten worden. Je moet ervoor zorgen dat mensen zich aan de wetten houden. En die gaat er ook aan iedereen aangeven. Dit zijn de wetten en dit is de manier waarop je daar aan gaat houden. De wetten worden alleen. Dat is de president. De wetten worden zelf niet bedacht door de president. Want dat zou betekenen dat de president zelf een wet zou kunnen bedenken en zeggen: oké, okay, iedereen moet zich hier aan houden. Daarom wordt er ook nog een wetgevende macht bedacht. Die wetgevende macht is het parlement. Het parlement dat is Um, het congres in Amerika. Um, so, members of Parliament. Het congres is net iets anders. Het parlement is degene die de wetten bedenkt. Dat zijn degenen die met elkaar gaan overleggen over welke wetten aangenomen moeten worden in Amerika en welke wetten waarom aangenomen moeten worden. En um, hoe die moeten. Uh, uh, nee, dat ga ik niet zeggen. Wetgevende macht is dus degene die de wetten bedenkt in Amerika. En de president die heeft dan die wetten te verspreiden in Amerika. Dat is het parlement. En dan heb je ook nog de rechtelijke macht. Dat is het Hooggerechtshof. En het Hoge Rechtshof, dat, dat zijn er nu negen, uh, die beslissen of mensen zich fatsoenlijk aan de wet hebben gehouden. Dus die mogen beslissen: van oké, okay, deze staat heeft dit gedaan en dat mag niet. Dus daar krijgen ze een boete voor of een ander probleem. En deze staat heeft dit gedaan, maar zij dus hadden het recht om iets anders te doen. Dus dat betekent dat een andere staat dan ook weer een probleem krijgt. Deze staat heeft. Dit zijn degenen die uiteindelijk de hoogste rechter zijn in Amerika, die uiteindelijk beslissen wie waar fout zit en wie waar welke straf voor krijgt. Dat is dus die scheiding der machten, zoals bedacht door Montesquieu. En zo ziet dat er dus in Amerika uit. Nog eventjes om het een klein beetje simpel en te tenminste inzichtelijk te krijgen: de wetgevende macht, dat is het parlement in Amerika, dat zijn degenen die de wetten bedenken en daarover gaan stemmen, welke wetten aangenomen moeten worden. De uitvoerende macht, wat nu president Biden is, uh, die gaat kijken, um, die ervoor moet gaan zorgen dat mensen zich aan de wetten houden zoals die zijn bedacht door de wetgevende macht. En de rechtsprekende macht, dat zijn deze negen, zoals je hier ziet. Dat is het, de, het Hoge Rechtshof in Amerika. En het Hoge Rechtshof in Amerika beslist of mensen, zoals de president en zoals het parlement ook, zich, zich aan de wet hebben gehouden zoals de bedoeling is geweest. We komen we nog even terug bij de lesdoelen. Jullie kunnen uitleggen waarom de Amerikanen in opstand kwamen tegen de Britten, zij kwamen in opstand tegen de Britten omdat de Britten extra belastinggeld vroegen en um, daarvoor in ruil geen extra belastinggeld. Uh, zelf beschikkingsrecht gaven aan de Verenigde Staten uh, aan de dertien kolonies. Jullie kunnen uitleggen waarom de Verenigde Staten bestaan verschillende staten in plaats van één enkele. Dat is omdat uh, de Founding Fathers wilden dat er één land kwam, waar de staten zelf vonden dat ze zichzelf mochten blijven besturen. Dus daarom hebben we een federatie in Amerika, waarin drie, dertien verschillende staten op, rond, de, deze, de, rond uh, dat moment samen uh, zichzelf besturen. En jullie kunnen uitleggen hoe de scheiding der machten is geregeld. Je hebt de wetgevende macht, dus het parlement, de uitvoerende macht is de president en de rechterlijke macht dus zijn de rechters. En dat is het betekent dat door die drie machten uit elkaar getrokken te hebben, is er een scheiding der macht waardoor niet één van die drie groepen uh, de macht helemaal naar zichzelf toe kan trekken.